is Job hier, ik ben de Tuber. Super nice jullie kijken naar deze nieuwe video hier op mijn YouTube kanaal. Vandaag jongens en meisjes gaan wij wat super interessants bekijken. Vandaag gaan wij namelijk een kijkje nemen naar de 10 allerduurste fidget spinners op heel deze planeet. Ik heb zelf fidget spinners, ik ga ervan uit dat een aantal van jullie die ook hebben. Doe in ieder geval een dikke vette like als jij weet wat een fidget spinner is. Vandaag gaan we kijken naar de 10 allerduurste fidget spinners op aarde. Ik ben heel erg benieuwd hoe ze eruit gaan zien. En laten we lekker gaan beginnen met deze video. Ik heb deze video ook al een soort van hetzelfde gemaakt op DDG, maar het is alweer een tijdje terug, dus ik weet het allemaal niet meer zo goed. En we gaan het deze keer wat beter checken. We gaan het allemaal wat beter onder de loep nemen. Dus doe een like, het is your boy. En let's go. Op nummer 1 hebben wij de Sunitech 1 PC Fidget Spinner Toy voor $189. Hij weegt 85 gram en kan maar liefst 120 seconden lang achter elkaar draaien. We gaan de naam even kopiëren. Oh, ik had het net al opgezocht. Nice, ik had die alvast even als test opgezocht. Ik had er nog niet echt goed naar gekeken, dus dat gaan we nu even doen. Ik vind het super gruwelijk, jongens. Dit is hoe de fidget spinner eruit ziet. Hij kost dus $190, 189 om precies te zijn. Hij ziet er op zich best wel gruwelijk uit, maar ik zou voor deze fidget spinner never nooit $189 betalen, want dat is namelijk echt insane veel geld. Holy moly. De volgende die we hebben, dat is de, even kijken, hoe heet die nou? De Y-Hank Customized Steel Fidget Spinner. Die kost maar liefst $200, jongens en meisjes. Hij kan 2 tot en met 5 minuten lang draaien. Deze fidget spinner, als je hem dus draait, zou die gewoon maximaal rond de 5 minuten lang achter elkaar kunnen draaien. Dat is werkelijk waar insane. In ieder geval, hij weegt 187 gram. Dat is dubbel zoveel, bijna dubbel zoveel als de vorige. Hij kan ook een stuk langer draaien, dus misschien heeft dat daarmee te maken. En hij kost dus $200. We gaan hem opzoeken, jongens. Let's get it. Enter. Ik ben heel erg benieuwd. Dit is hoe hij eruit ziet, jongens. Zoals jullie kunnen zien, mensen die houden hem ook echt gewoon met een handschoentje vast. Omdat hij dus zo ongelooflijk veel geld kost. Je hebt ook hierbij weer verschillende soorten. Je hebt dus deze en je hebt deze. Deze is dus wat lichter. En die hiernaast, die is wat donkerder. Dan heb je ook nog eens deze. Die is een beetje een soort van bruinachtig. Dan heb je deze, die is zilver met diamant. Dan heb je deze. Het lijkt me best wel episch om deze in een keer te kunnen kopen. Gewoon als een soort van collectors item. Iets wat je als het ware verzamelt als verzamelaar zijnde. Maar dit is natuurlijk echt insane veel. Holy freaking moly. Ik vind hem episch, maar belachelijk veel geld, jongens. Echt waar. Niet normaal. Maar wel cool. De volgende die we hebben, jongens, dat is de Alpha Spinner. En de Alpha Spinner, die kost maar liefst $200. Eigenlijk die vorige ook. Deze is 1 cent duurder. Even kijken. Ik ben heel erg benieuwd. We gaan er niet te veel informatie over lezen. Ik wil het gelijk zien. Dit is de Alpha Spinner. Ik vind het raar, want ik vind deze er totaal niet zo mooi uitzien als die vorige. En die vorige, die was even duur. Dus als ik dan zou moeten kiezen tussen die vorige en deze, die allebei $200 kosten, zou ik toch die vorige kiezen, omdat die er wat mooier uitziet. Je zag dan ook echt dat mensen hem met handschoentjes vastpakten. En dit is eigenlijk gewoon een stuk brons of zo. I don't know. Ik voel deze niet echt. Het is niet dat ik deze zie en dat ik denk van, yeah, this is gonna be my favorite fidget spinner in the whole world. Maar we gaan door naar de volgende. De volgende die we hebben, dat is de TI-EDC Hand Finger Spinner. Hij is maar liefst 130 gram zwaar. En hij kost $254.10. Dat is belachelijk veel geld voor een fidget spinner natuurlijk. We gaan hem opzoeken, jongens. Enter, let's go. Wow, dit is hoe hij eruit ziet. Ik vind het raar. Ik heb deze geloof ik een keertje eerder gezien, maar toen was hij niet zo duur als nu. Misschien heeft dat ermee te maken omdat deze fidget spinner dan heel vaak wordt nagemaakt, maar dat de originele ervan, dus met het echte goede metaal, dat die $254.10 kost. But it's pretty epic. It's pretty freaking epic. Het ziet er best wel episch uit. Maar ongelooflijk duur, jongens. Ik zou dat er eerlijk gezegd niet zo snel voor betalen. Eigenlijk zou ik dat er gewoon nooit voor betalen, hoeveel geld ik ook heb. Tenzij ik echt miljoenen zou hebben, maar echt belachelijk duur. Op nummer 5 hebben wij de Crusader Bronze van maar liefst $260. Deze weegt maar liefst 58 tot 60 gram. Hij bevat 37 tot 38 gram titanium. En ja man, hij ziet er gewoon super episch uit denk ik. Dus we gaan hem even checken. De Crusader Bronze. Let's go, hoe ziet hij eruit? Wow. Deze is epic. Ik ga niet liegen. Deze is heel epic. Waarom is die epic? I don't know. Gewoon de hele uitstraling van deze fidget spinner is gewoon... Mwah. Ik zou hem gewoon willen hebben. Hij ziet er gewoon zo middeleeuws uit. Maar voor... Hoe duur was hij ook alweer? Voor $260 is het wel een beetje een no-go. De volgende die we hebben, dat is de Turbine Spinner voor $279. Die is dus $19 duurder dan de vorige. Oftewel $19 duurder dan de Crusader Bronze. Ja...
I don't know what to say. Hij is 58 tot 60 gram. Of nee, sorry. Hij is... Ik zeg het verkeerd. Hij is... Oh, de gram staat er niet bij. Oké, maar we gaan hem wel even opzoeken, jongens. De Turbine Spinner. Je boy Dutch Schuber is benieuwd. Let's go. Wow. Deze heb ik al heel vaak op Instagram voorbij zien komen. Ik denk dat heel erg veel... Dat heel erg veel namaak fidget spinners zijn van deze. Maar hij is epic. Oh, deze rainbow is pas epic, jongens en meisjes. Damn. Of deze. Deze vind ik het meest episch van allemaal. Met een soort van blauwe splatters eroverheen. Maar de echte hiervan, dus niet de namaak, maar de echte, deze die er ook heeft, zijn een beetje goud, is maar liefst 279. That's pretty expensive, man. De volgende die we hebben, dat is de Black Lotus Tri-Spinner. Die kost maar liefst $300. Wauw, dat is ongelooflijk veel geld. De Black Lotus, dat is een rare lange naam ook. Wow, dit ziet er episch uit. Waarom zou deze zo duur zijn? Hij is ook zo klein. Hij is zo klein om te beseffen dat het zo'n dure fidget spinner is. Voor maar liefst $300. Insane. Maar hij is dus in ieder geval relatief klein. Hij ziet er daarentegen wel heel erg episch uit als je het mij vraagt. Weer een beetje een soort van middeleeuws, I guess. Oeh, deze ziet ook episch uit trouwens. Wow, deze is epic. Ik zie deze in één keer voorbij komen. Ik weet niet waarom ik die epic vind, maar ik vind het episch. Omdat het een beetje rood en goud matcht al best wel goed bij elkaar. En het lijkt op een soort van wapen, I don't know. De volgende is de Y-Hang Customized Hand Spinner 925 Silver Fidget. Langste naam ooit. Langste freaking naam ooit. Hij kan tot, van 1 tot 4 minuten lang draaien. Hij kost $339.99. Oftewel $340 om precies te zijn. Laten we even kijken hoe die eruit ziet, jongens. Let's go. Huh, maar die hebben we toch al gezien? Oh! Deze is epic. Jammer genoeg is het een heel klein plaatje. Kijk hoe scherp hij is. Je kunt er gewoon een blikje mee openmaken. God bless. Oh, wow, jongens en meisjes. Dat is zo'n epic shit. Dat is zo'n... Oh, die is ook mooi trouwens. Een soort van neon. Veel epische dingen, jongens. Dan gaan we door naar de volgende. De Silver Fidget Spinner bij Sunny Tech. Let's go. Ik ben heel benieuwd. Hoe ziet die eruit? Hij is toch weer dezelfde? Ik krijg 3 keer dezelfde te zien. Dan gaan we gewoon lekker door naar de laatste. Dat is de allerduurste. $600. De Nine Gear. Wauw, ik ben heel benieuwd. Nine Gear Fidget Spinner. Let's search. Oh my god, man. De allerduurste fidget spinner op aarde. Waarschijnlijk zijn ook hier een hele hoop namaak van. Maar kijk, dit, zo ziet hij eruit als hij spint. Maar jeetje mina, dit is episch, jongens en meisjes. $600 voor een fidget spinner. En dit is hoe hij eruit ziet. Lijkt wel op een soort van Rubik's Cube of zo. Pretty epic. Zou er ook een diamond fidget spinner bestaan? Maar die zou dan denk ik ook wel zeldzaam moeten zijn, toch? Wow. $1000. $10,000. No way. Zou er dan toch nog een duurdere fidget spinner bestaan dan wij dachten? Voor $10,000? Seems to be pretty epic. Dit zijn wel YouTube thumbnails, maar het ziet er wel... Of die... $50,000. Er bestaat dus een fidget spinner van $50,000. Oh my god, that's epic. Wow, deze is epic, jongens en meisjes. God bless. Alsof je met iemand gaat trouwen met een fidget spinner. Do you wanna marry me? Fidget spinner. That's pretty weird, man. That's pretty freaking weird. Oh, deze zijn denk ik allemaal zo duur bij elkaar. Oh, cool. En zou er ook een golden... Fidget, oh, golden schrijf je niet zo. I'm so sorry. Ik voel me nu echt een noob. Deze vond ik persoonlijk heel episch, to be honest. Deze, zou er ook een Minecraft fidget spinner bestaan? Ben ik ook wel benieuwd naar. Het heeft helemaal niks met deze video te maken, maar soms ben je gewoon geïnteresseerd in dingen, je weet toch? Nee. Nou, dan krijg je fidget spinners die gemaakt zijn in Minecraft. Dit ziet er trouwens best wel episch uit, to be honest. Nee, nou, hebben we nog een vraag voor onszelf. Een cheapest fidget spinner. De allergoedkoopste op aarde. Dat zijn toch wel deze, jongens. €1,50. No way. That's pretty goedkoop, man. That's pretty goedkoop. En ik zie ook heel vaak van die Batman. Of nee, de biggest. Wat zou de grootste fidget spinner ooit zijn? Wow. Oh my god, een weed fidget spinner. $1. Oh, kijk, deze guy die houdt hem gewoon zo vast. Zo groot is die fidget spinner gewoon. Dat is some epic shit, man. Oh, deze. Deze is gewoon gemaakt van karton. I mean, why not? En de smallest, de kleinste. Smallest fidget spinner. Hebben we alles gehad. Duur, klein, groot. Oh. Hey man, dit is wel echt, dit is echt heel klein. Zou deze ook echt werken? Nee, toch? Ja. Jongens en meisjes. Kijk, jullie kunnen ook een keer mijn opnameprogramma zien. Waarom niet? Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze video. Vonden jullie dit nou een leuke video om naar te kijken? Dan kun je even een blauw duimpje omhoog doen. Laat in de comments weten welke fidget spinner jullie het meest episch vonden van allemaal. En laat natuurlijk even een blauw duimpje omhoog achter. Ik denk dat ik toch wel die diamond fidget spinner, oftewel
deze hier met allemaal mini diamantjes van $50,000 als die ook echt zo duur is en als deze titel dus geen clickbait is, vind ik sowieso de meest epische van allemaal. Stel je voor, je hebt een fidget spinner thuis van $50,000. Mindblowing. Insane jongens en meisjes. Het was je boy de tuber. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Adios.